Hey guys, mij zien jullie niet zo heel erg vaak hier in de vlog en zeker niet dat ik ook echt even jullie helemaal aanspreek. We zijn hier in de Players Lounge en zoals je ziet is het op dit moment best een beetje leeg. Maar hier wordt 's ochtends ontbijt geserveerd en kun je lekkere koffie krijgen. En verzamelt eigenlijk iedereen zich. Op dit moment is Daan bezig met de opwarming beneden in de gym. Dus ik stel voor dat we eens even naar hem toe gaan om eens even te kijken hoe de spelers zich daar aan het opwarmen zijn. Kijk, dat is Daans tas. Die hebben jullie ongetwijfeld al wel gezien. Die is goed oranje. Kijk dan. Ojo. Heel sick. Alright, moving on. Alright, welcome in the gym. En kijk eens wie we daar hebben. Hi. The man himself. Hey. Ga je lekker? Ken ik jou? Zo jongens, welkom in de gym. Hier kunnen even alle spelers hun warming-up doen. Super deluxe natuurlijk, want dat hebben we helemaal niet normaal gesproken op een golfbaan. Dus we zitten hier in de kelder van het clubhuis van het Academy gebouw van de Dutch. En eventjes warm fietsen. Pinnetjes doen. Even die pinnetjes erin zetten. En dan ga ik zo meteen... Even rollen en al mijn oefeningen doen en het lichaam helemaal klaarmaken voor de dag. Dus ik zie jullie buiten jongens. Let's make it a good one. Lekkere tunes hoor. Eens even kijken waar die vandaan komen. That's some sick ass tunes. Oh yeah. There's a party going on right here, right? That's how we do it, man. That's how we do it. Kind of the vibe, right, right? Oh yeah, this is a great vibe. Nice dance. God. So, what are you doing here? So this week, I am the osteopath/physio for the week. Yeah. So we're looking after the guys and making sure their pre-round warm-up is ready, making sure their body's in check, spine is good, movement is good, and then afterwards, if any injuries, go on. Let's hope not. So it's going well so far. Great. And just making sure they're sitting well and any niggles and issues or taping or medication they need, I'm here for the week. Nice. So busy. It has been. Good busy yeah. though. Good busy. No really bad injuries. One or two, but we've handled it. We've taken care of it. Great. We're loading up with drugs. Not those drugs, but not those. Approved drugs. But they're good, and just giving them a program of strength and so forth, or stretching. In the name of nice. God. And the name of God. Good. Keep up the good work. Thank you. One God. Catch you later. See ya. Challenge Trophy Play Experience. This is game number 24 from the Netherlands, Daan Huizing. Goedemorgen Edwin, huisfotograaf deze week hè? Jij? Je gaat in de vlog inderdaad. Deze man maakt de mooiste foto's hier op de tour. Dus misschien moet je even upgraden ook naar de European Tour. Kijk hoe je dat gaat doen. Ja, bij deze open sollicitatie, toch?
Nou, oh, wow. Yes! Woo! Right, jongens, welkom hier bij de voice-over van de vierde en de laatste ronde van de BNL Challenge Trophy. Hier wat drives op de frontline, een sterke frontline. Maar damn, wat was het een lange dag. Dus eten voor het leven, de hele dag door eten. Want we zijn uiteindelijk 6 uur en 20 minuten in de baan geweest. En dan hier weer op mijn favoriete hole 16. Dat vond ik toch wel een van de moeilijkste holes van de week. IJsje 4, de bunker in. Maar dit was wel een beetje de story van de back nine. Heel erg lekker short game. En hier op hole 17 een hele lange put. Van letterlijk de ene naar de andere kant van de green. Down the hill, linksachter naar die pin toe. Maar wel heerlijk dood bij de pin gelegd. Dus uiteindelijk op de back nine wel de schade kunnen beperken. En hier een tap in voor een par op 18. En uiteindelijk een rondje min 1 in de laatste ronde. Het was sterk op de front nine, maar back nine was het gewoon lastig om de concentratie vast te houden. Wel een hele leuk weekend gehad. In het lichtblauw mijn partner Tobias Bloem. En op zondag speelden we samen met Martin Oversen en Michel Alos. En dat was wel gewoon een hartstikke leuke en ontspannen ronde. Dus eventjes poseren voor de foto nog. En dan zit het er weer op, jongens. Bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet te subscriben en tot de volgende keer.